Eentje ervan, die zit hier al een tijd. Een deeltje daarvan hebben we trouwens daarnet al op het podium gehad. Weet je over wie ik het heb? Over wie ik aan het spreken ben? Die meneer met zijn ding? Ah wel. We moesten trouwens nog het een en ander vragen, hè? Dus we gaan dat nu... Ja, ja, zegt mevrouw. Dus we gaan dat nu doen. Dames en heren, een applaus voor Laura Lynn. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom maar een beetje dichter. Dat is gevaarlijk, hè? Dat is verschrikkelijk gevaarlijk, maar daar zie je op de radio niks van. Dus we gaan ons even... Nee, dat is een voordeel, hè? Dag, Laura. Hallo. Obligate vraag natuurlijk. Hoe is het? Heel, heel goed eigenlijk. Zowel thuis als met de carrière. We zijn heel druk bezig. En ja, ik ben momenteel heel veel aan het zingen en rondtoeren met Luc Steno. Want we hebben een nieuwe single en die verkoopt eigenlijk heel goed. Die werkt heel goed. Maar vandaag heb ik hem niet bij, Luc. De Luc, maar dat is niks. Hij moest weg. Ik ben hier al even vandaag. Ik zal wel stand-in spelen dat voor de Luc. Dat is net 50 geworden zeker, hè? Net 50. Ben je naar zijn verjaardagsfeestje geweest? Oh, ik kon niet. Ik had een hele drukke avond en ik kon het er echt niet meer tussen wringen. Dus ja, het is mij niet gelukt. Een uitgesteld relais, zoals dat heet. Ja. Dan, hè? Ja, we sparen dan nog wel op. Tuurlijk, ja, fantastische single. We draaien hem trouwens geregeld op de radio. Maar ik wil het buiten jouw goedlopende muziekcarrière even eens hebben over jouw familiale leven. Oei. Ja, voilà. Zij weten waarover het gaat. Ik heb hier vanmiddag iemand op bezoek gehad. Allee? Ja, een hele toffe tip, daar niet van. Maar dan nogal... weet ik het direct over wie dat je het hebt. Naar het schijnt nogal redelijk loopt. Hij beweert van te kunnen tennissen, maar achterwaarts tennissen, dat lukt niet, hè? Dat is niet waar, dat was gelogen. Maar het gaat dus over dezelfde waar ja, wij aan denken. Ik denk het wel, ja, ja. Wat is dat met al die zijn vrouwen? Goh, wel, ik weet het eigenlijk zelf allemaal niet meer. Ik kan niet goed meer volgen, maar het is allemaal heel onschuldig ook. Ja, maar zo begint het meestal, hè? Ja, meestal wel, maar het is nogal een brave, vind ik. Allee, tot nu toe toch? Ja. Kan nog veranderen, hè? Het is nog een jong ding, hè? Laura heeft zoiets van, als ik die vrouwen niet ken, kan het mij de ballen schelen. Nee. En hè, een vrouw van Joanna, dat zal nu geen deerde van 23 zijn. Hè? Ik weet het eigenlijk niet. Trouwens, als je zo geniet hebt thuis. Mooi. Nu, ik stelde hem ook een vraag. Wat dacht je ervan dat Laura is over allemaal mannen zou zingen? Bijvoorbeeld Saint-Maurice of Frère Jacques of zoiets? Ik vind dat je nog eens zou moeten, straks als je naar huis gaat en je komt thuis, zeg dat tegen hem. De Piet had een goed voorstel en ik ga dat doen. Gewoon om zijn reactie te zien. En wel ja, maar ik denk dat dat... ik zou zeggen, doe maar joh, doe maar. Doe maar. Doe maar. Ja. Zolang dat maar zingen is. Ja, ja. Zeg maar nu iets anders. Zou hij jou op elk vlak carte blanche kunnen geven? Hij mij. Hij jou? Ja. Ja, want ik heb het al aan elke artiest gevraagd vandaag. Stel nu, ik zeg wel, stel nu, dat je van mij gewoon op vakantie mag vertrekken. Je hoeft zelf voor niks te zorgen. Je stapt hier gewoon in een vliegtuig, trein, auto, maakt niet uit. Wat is jouw absolute droombestemming? Goh, wel, ik denk dat ik het niet ver zou zoeken, want ik ben eigenlijk geen reiziger. En ik hou eigenlijk van Vlaanderen, van de Belgische kust. Maar als ik dan iets moet kiezen, dan ga ik toch richting de Belgen opnieuw trekken, waar veel Belgen zitten. En het zal misschien raar klinken, maar ik hou van Benidorm. Ah ja. Dus ja, ik val nog dan zo op jongere ventjes, maar in Benidorm, je weet wel, hè. Niet slecht bedoeld, hè, maar ik ga daar heel graag. Dus Benidorm, ik zal naar Benidorm trekken. Dat is niet ver, hè? Dat is niet echt ver, nee. We doen op een uurtje nog. Is goedkoop, hè, voor u? Goedkoop, ja, ja. En wie zou je dan willen meepakken? En met mijn Matthias, maar dat mag niet zeker. Moet hem dan niet een beetje ouder zijn? Je zei net, nee, dan moeten er oude mannen zijn. Nee, pak dat maar Matthias, aangezien dat er daar al oudere mannen zijn. Maar het is eigenlijk moeilijk, want ik zou eigenlijk ook mijn dochter willen meenemen. Dus... Weet je wat? Breek er je mooie hoofdje niet over. Nee. Ik kan dat toch niet betalen. Ik sta in show te verkopen en ik kan dat niet betalen. We gaan doen, of jou laten doen waar je het beste gewoon in bent. Nog altijd de slagerkoningin van Vlaanderen. Zonder enige twijfel, laat dat heel duidelijk zijn. Dames en heren in Pittem, uw applaus voor Laura Lynn. Dankjewel. Ja, dames en heren, we gaan meedoen. Hè. Handen op elkaar. Langzaam word ik wakker en kijk even opzij. Lig je nu echt naast me, zijn mijn dromen voorbij. Oh, oh, oh. Net op het moment dat ik het niet had verwacht, heeft het leven mij een mooi cadeautje.
fit, hè?